Opa's antwoord op de Volkswagen Golf. En die moet eigenlijk in het middenklasse segment echt botten gaan breken. De nieuwe Opel Astra is in ieder geval een stuk mooier geworden dan zijn voorganger. En dat heeft hij vooral te danken aan de Opel Insignia. De designkenmerken die op de Opel Insignia werden toegepast, worden nu ook gebruikt op de Opel Astra. Zo vinden we mooi gevormde koplampen, een mooie grill en een erg vloeiend silhouet terug, waardoor dat de Opel Astra eigenlijk een stuk minder conventioneel oogt dan zijn concurrenten. Ook binnenin vinden we de verwantschappen met de Opel Insignia terug. Zo is de afwerkingskwaliteit erg hoogstaand en ziet het geheel er erg mooi uit. Verder zitten de zetels erg goed en zijn er erg veel opbergruimtes voorzien. Het enige jammer is dat de middenconsole, dat daar erg veel knoppen zijn gebruikt, waardoor het geheel echt onoverzichtelijk wordt. We rijden momenteel met het voorlopige topmodel van de Opel Astra en dat is een 1.6 turbo met 180 pk en 230 Nm koppel. Nu, echt explosief wordt die motor nooit, het vermogen wordt eerder gelijkmatig doorgegeven en ook echt snel kunnen we de Astra met deze 1.6 turbo nog niet noemen. 0 naar 100 in 8,5 seconden, topsnelheid van 221 km/u. Nu, dat is vooral te danken aan zijn iets hoger gewicht. Zo weegt deze Astra ongeveer 1400 kg, terwijl een doorsnee Golf bijvoorbeeld een 1300 kg weegt. Verder, als je hem toch een beetje sportief wil houden, moet je hem echt wel in de toeren houden, waardoor het verbruik echt stijgt. Zo is het opgegeven verbruik 7 liter per 100 km en wij zitten momenteel al aan 10,5 liter per 100 km en dat is toch wel vrij hoog. Bij de benzinemotoren is er verder nog een 1.4 met of zonder turbo beschikbaar en een 1.6 zonder turbo. Bij de dieselmotoren kan je instappen met een 1.3 Ecoflex met 90 pk. Verder is er nog een 1.7 turbodiesel en een 2.0 turbodiesel. En de vermogens lopen tot 160 pk. Dus vanaf de start zijn er echt erg veel motoren beschikbaar. En ook voor diesel van België zijn er genoeg dieselmotoren, waardoor iedereen een keuze zal kunnen maken. De nieuwe Opel Astra ligt echt goed op de weg en dat is onder andere te danken aan de innovatieve achteras. Die maakt namelijk gebruik van wattstaven. Nu, om dat helemaal in detail uit te leggen, dat zou ons te ver leiden, maar het komt erop neer dat je in de Astra meer rijdynamiek en tegelijkertijd ook wel sportiviteit en comfort kan combineren. En dat is wat uniek in dit segment. De nieuwe Astra kan optioneel ook uitgerust worden met het FlexRide systeem en dat is Opel's benaming voor een adaptief onderstel. Standaard krijg je al een comfortabele instelling, maar je kan nog kiezen voor de toerstand, waarin de Astra zijn ophanging nog comfortabeler maakt. Je kan bij wijze van spreken een kasseistrook aan 80 km/u nemen, je zal het eigenlijk niet voelen. Ook voor lange ritten is de toerstand ideaal. Wil je het echter iets sportiever, dan kan je voor de sportstand kiezen. Die sportstand, daarin worden de veerpoten stijver, merkbaar stijver. Krijg je rode toerentellers en wordt de gasrespons responsiever, waardoor je echt een dynamische wagen maakt van de Opel Astra. Echt super sportief wordt de Opel Astra nooit en dat komt vooral omdat hij duidelijk is ingesteld voor lange comfortabele ritten eerder dan sportieve tussensprints. Hij mist ook wat vermogen. Gelukkig in de toekomst komen er nog motoren met meer dan 200 pk en een grotere cilinderinhoud, dus de sportievelingen zullen nog tot dan op hun honger moeten blijven zitten. Enkele extra weetjes over deze nieuwe Astra. De nieuwe Astra beschikt over een kofferruimte van 370 liter en is daarmee iets ruimer dan de concurrentie. Verder kan je kiezen voor de innovaties die we ook kennen van de Insignia, zoals het Opel Eye systeem dat verkeersborden herkent en de adaptieve koplampen. Bon, de nieuwe Astra rijdt goed, zit goed en is mooi afgewerkt. Ze hebben bij Opel dus een erg mooie middenklasse op de markt gebracht. Voor de sportievelingen is het nog even wachten, want de 1.6 turbo met 180 pk levert niet de oomf die wij hadden verwacht. Maar
Je hebt al een Opel Astra vanaf €16.150 en daarvoor krijg je in ieder geval erg veel auto voor je geld.